John is denk ik een van de beste songwriters aller tijden. Eigenlijk is Elton John een duo, hè? Zo moet je het een beetje zien. Je had Bernie Taupin, die schreef de teksten van de liedjes. En hij maakte daar dan altijd de muziek bij. Hij ging achter zijn piano zitten, maakte dan ter plekke op de tekst van het liedje een stuk muziek. En daar ontstaat op een gegeven moment dan een liedje uit. En Goodbye Yellow Brick Road vind ik persoonlijk een van de mooiste liedjes van Elton John. Komt uit 1973. En is een van zijn grootste hits geweest in Nederland. Staat in de top 4000, ook ergens rond 1400, zoveel. En wat mij betreft mag je wel wat hoger staan, eerlijk gezegd. Het is een liedje dat gaat over het pad wat mensen bewandelen om succesvol te worden. The Yellow Brick Road. Elton John, de muziekgeschiedenis bepaalt. Ja, misschien door zijn optredens die heel excentriek zijn geweest altijd. Hij kwam altijd helemaal uitgedost in allerlei pakken met veren. En natuurlijk zijn brillen, dat is een heel bekend fenomeen wat Elton John zijn hele leven bij zich heeft gedragen. Die waren altijd niet zo, maar zo groot. En daar is hij wel heel bepalend in geweest. En zijn optredens zijn nog steeds, ondanks dat hij al een behoorlijke leeftijd heeft en ook gaat stoppen met optreden, nog steeds redelijk excentriek. Elton John stond vorig jaar 19 keer in de top 4000. Dit liedje stond op 1462, geloof ik. Ja, de grote vraag is, staat hij er dit jaar 20 keer in of 18 keer? Radio 10.